Yo mafkevers, mijn naam is Stijn, leuk dat je kijkt naar deze video. Titel, thumbnail, intro, fiets. Een GT250 aflevering. En natuurlijk nog een originele, want ik wil eerst eigenlijk zo ver mogelijk verder gaan met deze fiets. Tot denk ik het punt dat ik echt begin te detailen. En dat kost ook behind the scenes zeg maar een hele hoop tijd. Omdat dat natuurlijk op film, ja, dat is allemaal heel veel werk. Dus dan denk ik dat we dan al de eerste stappen gaan ondernemen voor de custom. Waardoor je dus inderdaad, zoals ik al eerder heb gezegd, gedurende de serie op een gegeven moment al het begin ziet komen aan de custom. Wat gaan we nu dus doen? We gaan hopelijk zien dat hij nogmaals start. Want hij deed het natuurlijk. En ik heb een kleinere accu van de MT meegenomen. En ik hoop dat ik die er redelijk hierin geschoven krijg. En dan denk ik dat wij wellicht de eerste meters kunnen maken om te zien of de bak het doet en de koppeling. Want ik heb de koppeling nu eindelijk redelijk vrij. Dat als ik hem in zijn 2 zet, dat hij natuurlijk vol compressie geeft. Maar met de koppeling in krijg ik hem dan net doorgeduwd. Echt net, want hij doet af en toe nog echt wel compressie geven. Is natuurlijk ook een oud systeem en die zijkap die ligt er even naast. Dus die draai ik er weer op. En ja, dan ga ik eens kijken of ik hem rijdende krijg. Ik moet even de banden, er moet even lucht in. Ja, voor de rest eigenlijk moet hij het gewoon doen. Let's go! We hebben hier om de hoek natuurlijk gewoon een tankstation, maar het is natuurlijk helemaal super als ik met dit ding zou kunnen rijden naar het tankstation. Ik heb alleen oorlog gekregen met het kliksysteem van de tank. For some reason klikt hij niet meer vast. Dit als parking, waar er niks kan gebeuren. Nummer 2. Heb ik nou weer mijn fuel verkeerd staan? I don't know. Virtually every civilization in recorded history has revered the aggressive spirit of the warrior in battle. Fast and slow, short and slow. Ik had niet verwacht dat hij het zou doen. Oké. Fear is an enemy. Ja, die stuk. En deze ook.
Aha. Jij moet nog verbonden worden met deze oranje. Alleen dit oranje draad heeft kennelijk niet meer zo'n stekkerpinnetje. Dit oranje draad had eigenlijk hier erin moeten zitten. Want hierboven hebben we gewoon oranje zitten. Dus dat wordt doorverbinden. Ben ik bang. Oh. Lol. Ik had trouwens ondertussen nog twee oude originele onderdelen gevonden. De originele Nippon Denso knipperlichtrelais, ja, met de originele bedrading. En de originele, hoe noem je dat? De originele zekeringhouder, denk ik dat je dat noemt, ja. In ieder geval, deze twee ga ik er dus gewoon weer tussenin stoppen, denk ik. Want ja, waarom niet? Plus deze heb ik sowieso natuurlijk ook nodig, want ik heb ook de knipperlichten voor achter gevonden. Look at this dude. Wait till you see the no. Okay, here goes nothing. Werkt achter ook? Okay. Dus, waarschijnlijk hoorde je hem uitslaan, want de koppeling doet het nog steeds niet. En ik had hem op een gegeven moment echt wel een beetje vrij, zeg maar, met de koppeling in als ik tenminste twee had. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook minder compressie, dus misschien voelde het juist weer zo dat ik, nou ja, in ieder geval dacht dat ik speling had. Maar, nee. Ik zit trouwens te kijken, moet je zien hier naast mij, staat een oude Hulsman. Dit ding is van, zo moet gokken, techniekwijs. Jaren 30, 40 misschien al wel, want hij heeft wel volgens mij al een telescopische voorvlok. Holy shit, check dit dan. Dit is een origineel Nederlands kenteken. Nou, misschien dat we daar wel even een rondje mee kunnen doen als dat rijdend is. Want ik zie dat hij op dit moment of een ontsteking of een koppeling mist. Ik gok ontsteking. Het is letterlijk nu iets van 4:30. En kijk hoe donker het al wordt. Het is echt... Daar word je zo moe van. Maar hey, ik zie letterlijk voor de eerste keer dit ding ook buiten. Want ik heb dit ding jaren boven zien staan als een half wrak. En kijk even. Kijk even hoe ziek dit ding is, hé. Gewoon dit ding origineel. Ja, het zadel zit niet goed, I know. Maar dit ding origineel is gewoon al gruwelijk. Je wilt gewoon dit ding origineel al hebben als café racer gewoon. Maar, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik zet de camera gewoon aan de straat. Ik douw hem, zeg maar, nou ja, zogenaamd aan. In de zin van, ik laat hem eens twee gaan. Wanneer ik hem zelf al hard genoeg stationair laat lopen. En dan hopen dat ik hem draaiende hou. Waardoor ik misschien de koppeling vrij krijg.
Hij heeft enigszins de koppeling los, maar nog steeds niet helemaal, want dit is er één. En ik verloor mijn zadel alweer bijna. Maar yes, hij doet het gewoon. Hij rijdt en ik heb tot z'n drie kunnen rijden. En geloof het of niet, hij heeft nog best wel wat fut. Hij komt nog best wel zijn plek eigenlijk. Als hij eenmaal in de powerband komt, tot zover die een powerband heeft met zijn sigaarpijpjes. Oh, dit is echt, ik word gewoon enthousiast van elke shot van deze motor. Sorry, maar dit is toch gruwelijk ziek. Kijk dan. Oh, daarom hang jij zo laag naar beneden. Ik zie het al. De aansluiting van het zadel is wel degelijk de aansluiting van het achterspanbord. Ik wist dat niet zeker. Maar nu ik zie hoe scheef die hangt. Ja, ik kan wel gewoon een bout daar doorheen douwen. Oké. Perfect. Zullen we nog één keer proberen om het te doen? Er rijden hier vrachtwagens en zo. Dus het is niet heel veilig, maar kijk. Oké. Die was vooral de trucker-liefhebbers. Let's try it once more. Even kijken, we zitten nu in z'n één. Massive complex koppeling in. En ja, hij komt redelijk vrij, maar niet helemaal. Hij doet het niet meer. Maar hij heeft het wel gedaan en daar ben ik ontzettend blij mee al. Maar die koppeling die, zeg maar als ik hem, ik weet niet of je dat net hoorde, maar als ik helemaal de koppeling in heb, dan hoor je hem zeg maar nog ja, eens in de zoveel keer een slag maken. Dus hij is niet volledig ontkoppeld. Wat ik wel zag, is dat ik aan de onderkant nog een draadeindje heb. Die kan ik nog aandraaien met een moertje. Ja, dan zou die kap iets beter afsluiten. Tegelijk zit daar een rubber, zodat je niet te ver koppelt. Ja, hoeveel zal dat zin hebben? I don't know. Maar het moet sowieso vast, dus dat gaan we doen. Maar hij doet het. Hoe ziek is dat? Holy shit. Nou zat ik dus te twijfelen, hè. Zal ik jullie een spoilertje geven voor volgende week? Zal ik het doen? Ja. Ja. Vond je hem tof, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden voor meer zoals dit en andere video's over ja, voertuigen, voornamelijk tweewielers. En dan gaan we in de volgende aflevering sowieso hopelijk meer kilometers maken dan één. En ja, maak ik verder de bedrading af. Ga ik denk ik kijken of de rest van de verlichting het ook doet. Want ik heb er niet eigenlijk op gelet nu of de rest het deed. Maar dat zie je in de volgende aflevering. Kijk, ik denk dit dan. Hey mensen, ik check jullie later.